Hallo mensen, we hebben de magneten weer van de zon opgehaald. We zijn hier op een plek, die staat bekend als de plek. Dus we gaan even kijken wat hier ligt. Kluizen, geldkistjes. Zijn jullie net zo benieuwd als ik? Blijf erbij, dan gaan we gauw beginnen. Nou, de eerste buit is binnen, 5 eurocent. En wat heb je nog meer voor moois? Een grijper? Een grijper, een heel aantal lachgaspatroontjes uit Blikkie. Geinig, geinig. Nou, ik ga nog even prikken verderop. Moeten we zo meteen maar even kijken. Hé, hey, wat heb ik nou? Wel, wat is dit nou weer? Kinderfietsje. Kijk dan, joh. Kinderfiets. Hallo. Ah. Gaan hè? Kijk eens even. Zo, mooi. Wat heb je? Een fietsframe. Nee. Kijk hoor, ja. Zo, die lag goed vast, zeg. Hey. Ik denk dat het een scooter of zo. Nou. Geen kluis. Moet je nog een zaalpastje? Wel een fiets. Grappig. Denk je dat? Ja, misschien ligt die kluis er dan toch wel. Ik heb het al gezien. We hebben weer een fiets. Hallo. Een kapotte iPhone. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd of er nog wat anders ligt. Ja, toch voor die kluis. Kijk eens, gelijk in het prullenbakje daar zo. Hè. Sorry, ja. Ah, jongens, zijn lekker bezig. Hey, kassa. Wat zwaar. Zo. Even kijken. Zo, kijk die bellen is joh. Wat weer een fiets. Ah joh. Kinderfiets. Ja, haal hem nog even uit. Is de oude ijzerboer weer blij mee? Die gaan we straks even bellen. Want die buiten beter app. De gemeente reageert nergens op, joh. Je kan wel aangeven van het licht hier, maar je kan beter een oud ijzerboer opbellen. Kijk eens. Alleen het stuurder is eraf. Nieuw stuurtje erop en gaan. Draait hij nog? Hoe heet die? Hij kan wel draaien. Nieuw kettingje erop. Nieuw Kijk eens.
Hop hop of hop bob, wat is het? Hop hop. Hop hop, mooie fiets. Wat heb jij nou weer dan? Stoel. Kun jij hem pakken? Kijk eens. Wat een mooi stoeltje. Voor de oude ijzerboer weer. Als je nog even pauze wil nemen, dan kun je nog zitten. Lekker bezig. Ik denk dat hij een beetje nat is ervoor. Maar... Lekker bezig, wat. Even een doekje eroverheen en klaar voor gebruik. Nou, we hebben weer een vouwfiets eruit. Het is echt weer fietsendag vandaag. Maar ja, ik was hier vorig jaar ook. Toen lag deze er nog niet hoor. Zo, dit was plek 1. Maar kijk eens, we hebben het water wel weer mooi schoongemaakt. We gaan nu even door naar een andere locatie. Tweede locatie. Wout zit gelijk bij de eerste worp al ergens weer aan vast. Wij gaan even prikken hier zo. Tenminste, ik dan. Even kijken. Heel klein bruggetje, maar het kan aantrekkelijk zijn. Ja, wel een kluis, maar hij staat open. Ja, ik heb hem wel, ik heb hem. Ja, die is... Ik denk niet dat daar nog iets in zit, maar... Kijk, een kluis zonder deur. Ja, of even hier naar dat lage kantje, dan hoeven we hem niet zo hoog op te hijsen. Kijk. Batterij is bijna leeg van de camera. Dan gaan we straks door met het mobieltje. Maar we hebben in ieder geval deze kluis eruit getrokken. Ik ben helemaal buiten adem, joh. Oeh, wat is dat ding zwaar. Heel nieuw centje nog. Zo dan, wat een ketser. Nou, ik zet hem weer even uit, dan kom ik zo terug. Ja, keep hem maar. Allemaal blubber. Nou, misschien zit het er... Kijk, hier. Je weet het nooit. Gooi maar helemaal om. Keep maar helemaal om. Ja. Jezus, wat een ding. Hè? Hier zit er te zien niks meer in. Nee. Dit, maar misschien hier nog tussen. Moet ik een stokje hebben of zo bij de beton. Ja. Even kijken. Het lijkt erop van niet. Ook logisch, hij was al open natuurlijk. Ja, maar je weet het niet. Nee, ik denk het niet. De kluis is ook helemaal leeg, alle randjes. Oh, een stuk van de kluis. Nee, zo leeg als het maar zijn kan. God. Wel een goede locatie meteen. Nou, misschien ligt er nogal wat anders. Ja, want ik heb dat bij mij zat er nog niet uit. Oké, dan gaan we even kijken gauw.
Ja, we hebben hier ook weer wat. We hebben allebei beet. Even kijken wat dit is. Zo. Een uitlaat. Of niet? Een stuk ijzer weer. Aardige kletser. Een fietszadel. Een kinderzichtje. Een kinderzichtje, oh. Eens kijken. Iemand nog een kinderzichtje. Wat een bende zeg. Wat een bende. Hey. Ja, ja. Ja, wat hebben we? Ja. Zo dan. Weet je wat ik hier heb? Een brandblusser. Hé. Hey. Er ligt gewoon een brandblusser. Een brandblusser. Kijk dan, joh. Kijk dan. Is die nog vol? Moet je eens kijken, joh. Is die nog vol? Nog een hele goede ook. CO2 of een schuimblusser? Een CO2-blusser, denk ik ineens. Even kijken, hoor. Wat een rotzooi allemaal, hè. Is toch niet... Hier, schuimblusser. Sproeischuim. Ja, ja, we zijn lekker bezig. Derde en laatste locatie. We hebben al aardig wat uit het water getrokken. Grappige dingen, kluizen, brandblussers, fietsen. En we gaan nou eens even kijken wat hier nog wat hier zit. Het is toch wel eens even wat anders als metaaldetectie. Dus we gaan gauw kijken wat hier achter mij in het water ligt.